Maar is onderweg en dit zijn de 6 toppers in deze klasse. En het is Geesing die het snelste weg is. De man die alleen maar eentjes achter zijn naam heeft gescoord vandaag, moet ik zeggen. En het is dus Haagsbergen. En het is de Flying Birds uit Winschoten, stopbaas. Hij zit op positie nummer 2 en heeft eigenlijk ook alleen maar eentjes op één keer na. En dan gaat hij proberen de man uit Haagsbergen lastig te maken. Het is op dit moment Ruben Zabak op positie nummer 3. Ook bij, we gaan sluiten aan op 4 en dan is het Nick Wellen op 5 en het is Keten van Veen op positie nummer 6. En dan gaan we richting de laatste bocht in deze allerjongste leeftijdscategorie van 4, 5 en 6 jaar en jong. En dan wordt het Haagsbergen. De eerste winst gaat mee naar regio Oost en dat is voor Kasper Geesing. Hij is hier inmiddels bij de lijn voor de DVO uit Haagsbergen.